Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie hebben, of gaan we eens de kaarten de tarot erbij nemen om te kijken wat dat er gaande is voor tweelingvlammen, waar dat je of vanzelf of je tweelingvlam in een karmische connectie zit. Dat kan zijn werk, een verslaving, geld, relaties. Dus relaties naar ouders, maar naar kinderen. Dat kan ook zijn partners. Dus karmische. Dat geeft wel niet zeggen dat het daarom met iemand anders is, waar ze een relatie mee hebben of getrouwd zijn of seks mee hebben. Nee, het kan, het is eigenlijk alles die ervoor zorgt dat zij nog lessen aan het leren zijn en die eigenlijk het stukje, het samenkomen met jou, die harmonie en die balans met jou, wat beïnvloedt. Maar ook hier, elke karmische stuk dat er is, elke karmische les dat er eigenlijk op jou of het pad van jouw tweelingvlam komt, heeft ook als doel om jullie dichter bij elkaar te brengen en om die eenheid te brengen. Maar toch gaan we eens kijken. Ik ga hier een beetje plaats maken. Ik ga hier alles voor te dicht leggen. Gaan we eens plaats maken en kijken wat dat de boodschappen. Wat jullie nu mogen weten op dit moment weten. Oh. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie ondertussen. Want de energieën zijn echt wel al heftig geweest de laatste dagen. Ik denk dat de meesten het vanaf nu al weer wat iets lichter gaat voelen. Maar vrees niet of. Hou jezelf niet voor de gek, want volgende week gaan we nog eens zo door een iets moeilijker moment. Maar ook hier, dat zijn weer collectieve energieën en je beslist altijd zelf in hoeverre dat het en in welke mate dat het jou beïnvloedt en wat niet. Het zijn mogelijkheden en possibilities. En er zijn oneindig veel mogelijkheden. Dus leer ook wat dat is om echt een ware meester te worden. Dat gezegd zijnde, vergeet ook niet om mijn video's te liken als je dit leuk vindt. Want aan de hand van de aantal leukjes of de berichten, de comments, weet ik wat dat er meer nood aan is en wat niet natuurlijk. Dus, boodschap voor tweelingvlammen en karmische energieën, ga ik het noemen. Is een boodschap voor tweelingen en karmische energieën, alsjeblieft. Yes, thank you. Eerste boodschap. Je bent aan het werken naar je Ten of Crystals. Dus eigenlijk naar je volledige stabiliteit op elk vlak van je leven. Maar je bent er nog niet. Waarom niet? Omdat eigenlijk jouw gedachten, je probeert nog meer controle te krijgen over je gedachten. En je zit nog volop in jouw ascensie. Voilà, dat was het. Nee, daar gaan we natuurlijk nog iets meer gaan uitleggen. Ja, kijk, maar ook hier komt het weer op hetzelfde neer. Je rouwt eigenlijk nog veel te veel over de dingen die er niet zijn. Bijvoorbeeld, je tweelingvlam zit in een andere romantische relatie en je ziet totaal niet op welke manier jullie kunnen samenkomen. Of je tweelingvlam kiest voortdurend voor zijn kinderen, zijn of haar kinderen. Of kiest voor zijn, oh, de, hij of hij, zijn of haar ouders. Of kiest voor altijd maar te werken. Of kiest voor eerst meer stabiliteit te krijgen op het werk. Of wat dat dan ook maar is. Maar er zijn dus veel dingen die jou tegenhouden. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk nog de weg niet vooruit kan zien. Dat op zich gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk wat een soort van breakdown gaat hebben. Dat je gaat zeggen van fuck it all. Misschien zelfs op het punt komt van ik heb het genoeg, ik heb er genoeg van gehad. Ik wil geen tweelingvlam meer zijn. Ik stop met heel dat gedoe. Ik volg er niks meer van. Ik kijk geen reading meer, wat dan ook. Been there, done that. En jammer genoeg, het lukt niet. Maar tegelijkertijd hebben we dit ook nodig om nog veel meer te gaan verbinden met jouw emoties. Zodanig dat jij die hoge priesteres wordt en in staat bent om elke emotie dat je voelt, om die volledig vanuit die vrouwelijke energie, vanuit de geheelde vrouwelijke energie, volledig te gaan belichamen. Want je ziet ook hier, dus die vrouw is ook heel sensueel afgebeeld. Heeft ook die ene beker in haar hand.
Ze staat ook in zo'n soort van meer aan een waterval. En die is daar heel comfortabel in. En dat is hetgeen dat ze, wanneer je die vrouwelijke energie volledig in jezelf geheeld hebt. En let op, het heeft niks met mannelijk of vrouwelijk geslacht te maken, maar gewoon met de vrouwelijke energie in jezelf. Dan, hoe meer je daar stabiliteit en vertrouwen in gevonden hebt, dan maakt het niet uit hoe hevig of hoe overweldigend dat emoties komen. Je weet, en je zal dan op dat moment ook begrijpen wat er aan de hand is, wat dat nu nog niet altijd zo is. Maar dan ga je ook weten dat eigenlijk dat je daartoe geleid wordt, dat je ondersteund wordt en dat je eigenlijk niet hoeft bang te zijn van die overweldigende emoties. En dat is nodig omdat je uiteindelijk, wanneer je dan verder bent in jouw tweelingvlamconnectie en je voelt die diepe verbinding met je tweelingvlam, geloof mij, hetgeen wat je op dat moment gaat voelen, wanneer je een bepaald niveau van healing bereikt hebt en balans bereikt hebt in jezelf en in je connectie, dan gaat de liefde en die onvoorwaardelijke liefde die je voelt ook zo overweldigend zijn dat je ook geen blijf zal weten met wat je ermee moet doen. En dus daarom leren we dat eerst voor onszelf, om doorheen de diepe emoties te gaan, om emoties er gewoon te laten zijn. Om ze net zoals water te laten stromen. En niet proberen te sturen of in kanalen of beken of zo te krijgen. En dan, dat gaat jou die lovers brengen. Dat gaat jou succes brengen. Dat gaat jou die eenheid brengen. Maar die is er nog niet, want hij was ondersteboven als je het goed gezien hebt. Wat kunnen we nog meer weten? Kijk. Dezelfde kaart als deze komt eruit. Dus het is echt belangrijk om anders te gaan kijken naar de situatie, om echt anders te gaan denken en om jouw mind onder controle te houden. Want anders kan je King of Cups, the love of your life, jouw tweelingvlam, gewoon niet binnenkomen. Ik kan, ik mag zelfs niet van het universum om dat beginnen te gaan komen. Ik ben ondertussen aan het zien. Ja, kijk, hier ook opnieuw weer. Wel achter aan de onderkant. De toren, opnieuw. Dus de breakdown dat je misschien de laatste dagen gevoeld hebt. Of dat je misschien de komende dagen gaat voelen. Of dat je misschien nu in zit. Dat is er om je letterlijk open te breken. Om je hart te openen voor nog meer liefde. En je kunt, dat gaat niet zolang dat je nog altijd een masker op hebt. En dat is hetgeen wat nu de komende conjuncties en de planeetstanden ook rondgaan. Met Jupiter, met Mars, met Chiron. Wat was het nog? Saturnus. En Venus, of course. Venus, planeet van de liefde. Oké. We hebben nog. Ja, dan gaan we eventjes hiermee aan de slag. Kijk. Dus schat, ik heb net getoond, dezelfde kaart. Hè? We zitten veel te veel in dat hoofd, veel te veel dingen overdenken. Je ziet niet hoe dat het kan zijn dat je ooit met je tweelingvlam samen gaat komen, zolang dat hij of zij nog verbonden is met die karmische les of die karmische dingen. Je ziet niet in de 3D. Je ziet niet in de 3D wat dat er gaande is, waar dat er al verschuivingen zijn. En dus je bent geblind. Okay. Je kunt dat goed kunnen dat zien daar van boven. Hier. Die persoon heeft hier een zwarte blinddoek op. In sommige decks is het een vrouw met een witte blinddoek. Maar dus hier is het een mannengezicht met een blinddoek. En dat is omdat de verbinding ook is, de verwijzing ook is naar de mannelijke energie. De mannelijke energie voelt een connectie met de vrouwelijke energie, maar weet op dit moment niet wat dat ze ermee moeten aanvangen. Ze weten totaal niet wat ze ermee moeten doen. En dus daarom is ook die toren er. Omdat er ook zo kiezen ook altijd nog voor die karmische stukken. Voor dat werk, voor de kinderen, voor de relaties. Want ze hebben oude ideeën over wat dat betekent om verantwoordelijkheid te hebben. Of om wat dat betekent om te zorgen voor iemand anders. Maar hoe meer dat ze in die koning, die echt zich verbinden met hun diepste passie. En je kunt dat zien, dat is eigenlijk ook een man. En dus ook hier zie je weer de planeet. Hoe meer dat ze daarmee gaan verbinden, hoe meer dat ze die verbinding met zichzelf voelen, want uiteindelijk gaat het daarover, hoe meer en gemakkelijker dat ze ook de verbinding met de anderen, dus met jou als tweelingvlam, kunnen gaan voelen. En dan gaat hen dat de kracht geven om weg te stappen van dat karmische, weg te stappen van relaties, weg te stappen van patronen, weg te stappen van overtuigingen, want ook daar zit er heel veel karmische in. Karmische heeft te maken met het oude. En dan ga je zien dat meer en meer
Dat er meer en meer balans komt, dat er meer gelijkheid komt in het geven en nemen. En dat je niet alleen de vruchten gaat zien van jouw innerlijke werk, maar dat je ook de vruchten in de 5D, die in de 5D-beurzen, die in de energiebeurzen, dat die ook gaan zichtbaar worden in de 3D, in de realiteit. Maar dat is nooit, nooit, nooit onmiddellijk nadat er iets verschoven is. Vaak ga je het eerst ook zelf in jezelf voelen. En dan pas later ga je dan horen van je tweelingvlam. Soms is dat zelfs jaren later. Van dat moment geeft dat of dat voor mij betekend. En dan als je dan gaat terugkijken naar waar dat jij stond op dat moment in dat proces. Dan ga je ook zien dat ook daar weer die weerspiegeling is. Ja, kijk. Hoe vaak kan ik het gewoon zeggen? Dat is hetgeen waar je naartoe aan het werken bent. Dat is de reden waarom die karmische stukken er nog zijn. Omdat het jou uiteindelijk brengt naar die eeuwige eenheid met jezelf. En je tweelingvlam is de weerspiegeling van jezelf. Dus zolang dat jij niet het werk doet dat nodig is, dan gaat je tweelingvlam altijd blijven op de plaats waar hij of zij nu zit. Gaat hij altijd een stukje vast blijven zitten. Want zeker als vrouwelijke energie is het belangrijk om daar eerste stappen in te zetten. Voor jezelf te gaan kiezen, voor je eigen geluk te gaan kiezen. Ja, en een andere, kijk ook weer een 33-kaart. Dus weer een bevestiging van die mirroring, van die spiegeling in je ziels. En hoe meer dat jij werkt in jezelf, hoe meer dat die stukken. Ziel dat jij geheeld hebt in jezelf, hoe meer dat zich ook gaat weerspiegeld zien in jouw tweelingvlamconnectie. Dus bij de ander, bij je andere binnenpartner, bij jouw tweelingvlam. En dat die balans zal gewoon ook hersteld worden. Dus dat betekent dat op dat moment dan ook jouw tweelingvlam in staat zal zijn om dat karmische los te laten en achter te laten. Maar bijvoorbeeld, zolang dat jij twijfelt over wie dat je bent en wat dat je hier ook wilt doen, hoe dat je leven wilt vormgeven, trust me, dat ga je zien in je tweelingvlam. Hoe meer dat jij jezelf verstopt en gaat gaan verbergen, hoe meer dat je tweelingvlam dat gaat gaan doen. Dus kijk waar dat je tweelingvlam op dit moment verwijt en kijk dan op welke manier dat dat eigenlijk ook een spiegeling is naar gedrag, naar overtuigingen, naar emoties in jezelf dat je nog steeds niet aankijkt. Oh my god. Wat krijgen we? Wacht, toen ik het goed. Ja, zo is het. Cosmos mirrors you. En de nummer is 20, dus 2. En wat zie je? Een diamant. Je tweeling van connectie is nu in jouw leven gekomen in eerste instantie om jezelf in je bewustwording te duwen. Om je uiteindelijk die eeuwige eenheid te brengen. Om je die magische. Fantastische liefde, waar we allemaal naar verlangen om dat te brengen. Maar het vraagt eerst aan jezelf om al de dingen aan te kijken dat het universum naar jou spiegelt. Om te kijken van waar ben ik in mijn leven? Waar heb ik nog die balans niet? Wat voelt nog niet oké? En om datgene te gaan doen die jou dan wel die dromen brengt. Want daarvoor is nodig om even te rusten, om in pauze te gaan, om niet meer constant in die actiemodus te zitten, maar om te kijken naar het universum, wat dat er jou gespiegeld wordt. Ik ga het zo houden. Is het goed zo? Yes. Ja. Om te gaan kijken wat er jou gespiegeld wordt en om van daaruit dan de stappen te nemen. Want deze diamant, kijk, weerspiegelt zich ook hier in deze cirkel. En wat zie je er rond? Het zwarte. En dus daarom bijvoorbeeld heb ik ook al die transmissie gemaakt met de zwarte diamantenvlam. De diamantenenergie is de energie van de bron. En de zwarte energie is de dualiteit ervan, de weerspiegeling ervan. Net hetzelfde. Er kan geen geluid zijn. We kunnen geen geluid waarnemen als er nooit geen stilte is. Je kan geen warmte ervaren als er geen koude is. En dat is net hetzelfde wat je ook leert in tweelingvlamconnecties. Waarom is die scheiding er? Waarom heb je het gevoel dat we zo alleen gelaten worden? Omdat dat het tegenovergestelde is van die eenheid en van die onvoorwaardelijke liefde. Dus, lieve schatten, alles wat je ervaart in een tweelingvlamconnectie, het is zeker niet gemakkelijk. En ik denk dat ik op nummer 1 sta als het gaat over uitdagingen en obstakels van de laatste 3 jaar.
Wat dat niets afdoet aan wat dat jij, of, jij en jouw tweelingvlam doorheen gaat. Zeker niet. Maar ik weet als geen ander hoe lastig en uitdagend het is. Maar ik weet ook als geen ander dat als je het werk doet, als je voor jezelf blijft kiezen, als je op een gezonde manier grenzen stelt, als je blijft werken aan alles wat het universum jou spiegelt, dat je automatisch jou een supermagneet wordt voor jouw tweelingvlam. En dat zij op dat moment ook in hun groei gaan stappen. Sowieso. Liefde kwetst niet. En dat is ook zo. Liefde kwetst niet. Het is niet jouw tweelingvlam die je kwetst. Je tweelingvlam toont je en spiegelt je enkel de wonden die je al hebt. Soms zelfs wonden dat je niet, die niet in jezelf ontstaan zijn, maar die je overgenomen hebt. Dat je meegekregen hebt van je voorouderlijke lijnen, of gewoon van de maatschappij of van culturen. En dat jij ingetekend hebt om mee te helpen healen. Dus hou er niet langer aan vast dan nodig. Wanneer je het lief diep hebt, voel je de essentie van het leven. En dat is de reden ook waarom dat zoveel mensen zo hard verlangen naar die verbinding, naar die diepe liefde, naar die onvoorwaardelijke liefde. Stress en negatief denken verlamt je immuunsysteem. Dus probeer dat zo vaak mogelijk ook te counteren. Iedere keer dat je jezelf betrapt op het negatief denken, op achterliggende emoties. Je hebt de kracht om dat te veranderen. Jouw transformatiekracht zit in jouw gedachtekracht. Ook dat leg ik uit in de training Manifesteren met Elementen. Ware liefde is hier in je leven om te blijven tot in de oneindigheid. En twijfel dan niet aan. Als jij een tweelingvlam bent en je bent zeker dat je tweelingvlam bent, en zelfs ook op lange termijn bij soulmates gaan we dat veel meer ook gaan zien. Maar ware liefde is er. Ware liefde is er gewoon. Dat gaat ook niet weg. Het is uiteindelijk de enige energie die constant voortdurend door je heen stroomt. Dus je hebt uiteindelijk zelfs een ander niet nodig om die ware liefde te gaan voelen. En een hele belangrijke, kijk niet naar tijdelijke omstandigheden voor lange termijn keuzes. En dan gaat het hier ook weer over dat karmische. Het feit dat jouw tweelingvlam en een karmische energie daarmee verbonden is, heeft enkel alleen maar te maken met de lessen die te leren zijn. Zegt niks over de kansen om samen te komen in eenheid. Niks. Wat zijn de boodschappen voor de universele vlammen? Oh, ik heb het super heet. Nochtans, straks naar buiten. Nog een boodschap voor de mensen die deze video kijken. Yes, en nog één. Yes. Kijk, beslis nu om uit die cirkel van incarnaties te stappen. En dat is een kans dat we allemaal krijgen op dit moment. Maar dat vraagt natuurlijk van jou om dat innerlijke werk te gaan doen, om die healing te gaan doen, om die transformaties in handen te nemen en dat echt het werk te gaan doen. Kies altijd voor emotionele vervulling. Wanneer je de dingen kiest die jou emotioneel goed laten voelen, die jou blij maken, die jou gepassioneerd laten voelen, die jou vooruit laten gaan, die je morgen uit je bed laten springen, zoals een klein kind. Dat zijn de dingen die je mag blijven volgen. En werk samen met de groen-gouden vlam voor je welvaart. En dat is ook zo. Dus je kan gewoon zeggen van ik roep de groen-gouden vlam aan en vraag om alles die mijn welvaart te blokkeren, te transformeren naar optimaal. Moet je dat 1000 keer opnieuw zeggen, Lindsay? Nee. Eén keer, als je het als het beter aanvoelt voor jou om dat 3 keer te zeggen, dan mag dat. Maar weet, hoe meer je het zegt, hoe meer je eigenlijk de kracht ervan ondermijnt. Omdat je dan eigenlijk ook meegeeft in de energie van ik vertrouw niet dat het met 1 keer al gelukt is. Dus wees ook daar heel bewust van. Dus werken met energie is super eenvoudig. Maar het is natuurlijk be niet belachelijk, belangrijk. Belachelijk. Het is, misschien dat er iemand gaat zien zeggen het is belachelijk, maar ja, ook dat is zijn of haar waarheid, niet de mijne. Het is belangrijk om bewust te zijn over wat hij denkt. En daarom komt Jofiel ook naar buiten of naar boven. En deze vlam kan je, dus die kleuren, de gouden, oranje, zilveren kleuren, en die gaan jou meer plezier en geluk brengen. De dolfijn is ook te maken met je hogere zelf, de verbinding met je ziel en ook dat speelse. Dus als je zelf voelt nu, de komende week, van ik heb het lastig, dan kan je die energie, dus de,
oranje, gouden, zilveren, energie en Jophiel kan je aanroepen. Je kunt ook vragen aan jouw team om je daarin te helpen en die dingen te transformeren die getransformeerd mogen worden. Dan hebben we aartsengel Uriel, die zij is verbonden met het aardelement en gaat jou meer en meer ook die overvloed laten ervaren op elk vlak. Dus ook daar kan je met deze energie, kijk, ik ga geen specifieke kleur zeggen, maar neem het kleur die voor jou nu het meeste opvalt. En ook daar roep je dan die kleur aan, als van de universele vlam. En een extra is Sandalphon, ook verbonden met de aarde. Hij is eigenlijk de spiegelbeeld, de tweeling van Metatron. Niet de tweeling vlam, maar de tweeling, dus de spiegelende energie. Zo boven, zo beneden, hè, is Sandalphon. En ook hier kan je kijken naar de kleuren, wat het meeste aanspreekt. En die ga je ook veel meer verbinden met die liefde. Dus wanneer dat je als tweelingvlam met karmische energieën te maken hebt, probeer alles zo vaak mogelijk vanuit het grote geheel. Probeer je te focussen op dat plezier, op het lichte, op het luchtige en op liefde. En kijk vanuit een overvloedige mindset naar jouw leven. Want dan ga je zien wat dat de lessen zijn, wat dat je kan doen. Ga je leren om veel meer die hulp van je team in te roepen, in plaats van het altijd maar alleen te willen gaan doen. Zo, dat was het voor in deze video. Ik hoop dat je een aantal inzichten mocht uithalen. Als je met mij wilt samenwerken of je hebt vragen rond je tweelingvlamconnectie of je soulmate-relatie, waar je ook in zit of je bent niet zeker wat dat is, dan kan je dat ook doen in een reading. Hè. Dan kan je ook altijd jouw vragen meegeven en dan bekijk ik welke vragen het zijn en wat de antwoorden erop komen. Die reading kan je boeken via de linkjes hieronder. En in de linkjes hieronder zie je ook welke services dan er nog mogelijk zijn om met mij en mijn team samen te werken aan jouw groei, aan jouw overvloed, aan jouw ideale, perfecte, magische relatie. Zo, dat was het voor in deze video en tot in de volgende. Daag!